Dit is een verhaal uit oude tijden. Een eeuw waarin er oorlog en verschil in idealen steeds vergroot wordt. Empire, die steeds meer betrokken werd bij de tirannie van koningen, liet Zera in de steek. Tiranen verbanden hun trouwste bondgenoten om de mening van het volk te kunnen waarborgen. Hierdoor trokken mensen met hun droom en passie naar Zera om daar hun droom waar te maken. En ik ben daar één van. En zo ging er een tijd voorbij. Een tijd vol vragen. Want wie had nou daadwerkelijk het toernooi georganiseerd? Was dat Demi geweest? Of misschien wel Danny? Zo dacht ik in ieder geval. Want ja, wie zou nou niet koning willen worden van Zera? Als de oude koning toch dood is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Laat me met rust, ik ga nergens heen. Kom op, jij bent zo mooi en wij zijn zo alleen. Bijt er echt niet hoor. Je zult zien dat we goed voor je kunnen zorgen. Blijf van me weg, vieze man. Ik heb mezelf nog zo gezegd dat ik geen problemen zou gaan veroorzaken. Jongens, grijp haar beet en we nemen haar mee. Neem me niet kwalijk. Bemoei je met je eigen zaken. Nou, om eerlijk te zijn, staat mij jouw gedrag me niet echt aan. Brutale aap, wie denken we wie je bent? Volgens mij ben jij wel een gewelddadig typeje, of niet? Vind je niet? Leer me kennen. Kom maar op. Hè? Zo, hè? Ach, Dinge heeft Karel vermoord. Wegwezen hier. Begrijp hem later nog wel. Bandieten in Zera. Moet wel heel fout zijn gegaan hier in mijn afwezigheid. Niet in jouw afwezigheid, maar die van de koning. Niemand houdt zich meer aan de regels op het platteland. En dat komt allemaal omdat de koning dus weg is? Nee, iedereen is gek geworden door het toernooi. Iedereen wil laten zien wat zijn of haar kracht is, zodat er bijna geen competitie is. Dat verklaart een hoop. Vergeef me. Maar ik moet richting Dawnguard. Bedankt. Wat een hondenweer. Misschien dat we vanavond in ons oude vertrouwde bed kunnen gaan slapen als er geen bewaking is bij het paleis. Ja, ik ben er bang voor. Daar gaan we niet binnenkomen. Nou, dan moeten we het maar slim spelen en even een nachtje in de herberg slapen, denk ik. Eens even zien of daar nog een plekje is. Gelukszoeker. Lekker warm hier. En de geur van vers brood, dat gaat er nu wel in. Hallo, is hier iemand die mij kan helpen? Graag een kamer en een lekker drankje alsjeblieft. Goed. Mogen dit biertje mij een goede toekomst garanderen? Zeg dat wel, vreemdeling. Maar ik moet wel zeggen dat drank mijn toekomst alleen maar verslechterd heeft. Als je op zoek bent naar een goede toekomst, dan denk je niet dat je hier de hele nacht moet gaan zitten, hè? Hey, nu moet je echt oppassen. Ik heb mijn leven perfect op rij en genoeg goud om een vloeibaar goud door mijn lichaam te laten stromen. Het leven is prachtig. Prachtig? Niet echt de omschrijving die iedereen aan dit leven zal gaan geven. Een prachtig leven is ver weg van het leven dat ik leid op dit moment. En wat maakt jouw leven dan zo anders? Ik was iets wat ik nu niet meer ben. En nu niemand dat gelooft, is mijn leven een puinhoop. Dat is maar net hoe je het verhaal vertelt. Misschien kun je hij wel bij mij kwijt. Prima. Heb je een plek om te praten? Het is hier een beetje druk als je me begrijpt. Zo, nou, dit is wel dichtbij de herberg, of niet? Inderdaad. Welkom in mijn stekkie. Let vooral niet op de rotzooi. Oké. Kan ik u wat te drinken aanbieden? Wat heb je? Ik heb oud Xaviaanse vodka. En een flesje water. Doe maar water. Dan. Dankjewel. Dus. Stel. Nou, zoals je weet, de koning van Zera is verdwenen en niemand weet waar hij is. Ja, hij ging een object halen in Yennava, maar nu denkt iedereen dat hij ons verraden heeft. Dat is dus blijkbaar niet zo. Ze waren beland in een storm met het gevolg dat het schip gekapseisd is. En het water nam velen met zich mee het water in. Dus er zijn overlevenden? Maar één iemand. Leon is aangespoeld bij een land genaamd Faxios, waar hij kennis maakte met Gridscore. En deze ontmoeting heeft veel veranderd voor hem.
Maar waarom is hij dan nog niet terug? Als jij hier woord van hebt. Nou, het is dus zo dat Leon al een Zera is. Zera? Maar niemand weet dat hij terug is. Niemand weet dat, omdat niemand hem herkent. Niemand die hem herkent? Kom op zeg, je maakt een grapje. Ik zie hem al van mijlen ver. Dat zie je in een Vaanse gezicht. Dat gezicht is dus veranderd, want... Je zal me misschien niet geloven, maar ik ben Leon. Koning der Zera. Je maakt een grapje. Als je de transformatie ondergaat... Dan is de corruptie niet meer om weg te halen. Maar er is een methode om deze corruptie te verwijderen uit het lichaam van een Yennefaan. En dit proces ben je ondergaan. Precies. Dit verhaal... Oeh, ik weet niet of ik dit wel moet geloven. Het is lastig om te geloven, dat begrijp ik. Maar ik moet mijn verhaal kwijt. Want het ziet er niet naar uit... alsof ik de ogen heb van een leugenaar, of wel? Nee. Maar als je verhaal klopt... dan is het al te laat om jouw plek op de troon terug te krijgen. De inschrijvingen zijn morgenavond alweer gesloten. Dus om mijn plek op de troon terug te krijgen... zal ik deel moeten nemen aan het toernooi... en laten zien dat ik de sterkste ben? Precies. Dan zou ik me morgen maar moeten inschrijven. Bedankt voor het advies. Ik ga er dan maar vandoor. Ik moet mijn rust pakken. Wacht. Desondanks ik Yennefaanen verafschuw... vind ik het eervol om jou te helpen. Een Yennefaan die zijn identiteit weggeeft... om een ware koning te kunnen worden van Zera. Dat is een eerdaad. Ja. Jouw hulp zal mij... of zal door mij gewaardeerd worden, maar... ik denk niet dat er te veel te leren valt van... Ja. Geloof me, als ik je vertel dat ik veel weet van vechten, laat me je helpen. Prima dan maar. Dan zie ik je morgen bij zonsondergang bij het hertenstandbeeld. Tot dan. Volgende. Uw naam? Leon. Nog een Leon. Iedereen heet Leon tegenwoordig. Pardon? Oh, welk wapen gaat u gebruiken? Mijn zwaard? Zou ik die even mogen zien? Ja. Dank u wel. Oké, prima. Namens het beleid van het toernooi moet ik u wel melden dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele snij, steek en penetratieverwondingen. Ook bij een fatale verwonding zijn wij niet verantwoordelijk voor het begraven, verbranden of aan de honden voeren van uw lichaam. Daarnaast zijn de inschrijfkosten voor het toernooi 20 goudstukken. Gaat u akkoord? Hier heeft u 20 goudstukken. Dan verwelkom ik u bij het grootste toernooi wat we ooit in Zera hebben gehad. Maar even tussen jou en mij. Je gaat het daar wel heel lastig krijgen, als je begrijpt wat ik bedoel. Lastig? Het is toch een toernooi? Ja, dat is het. Maar er gaan grote namen meedoen aan dit geweldige toernooi. En wie is dat dan? Ja, dat ga ik jou niet aan je neus halen. Dat zul je dan wel zien. Namens de organisatie wens ik u een fijne dag en succes. Volgende. En nu nog maar 3 maanden wachten tot het toernooi eindelijk begint. Ah, schiet op Piet. De Demi verwacht ons. Je kon gisteren ook al dat zwaard kopen. Wat is het probleem, Hendrik? Ik heb alles wat we nodig hebben. Misschien moet je eens naar jezelf kijken. Wat bedoel je? Nou, je grub staat aan een poosje open. Ik pak hier wel eens voor terug, Piet. Wachters van Demi in Goldshire. Misschien moet ik hem eens even gaan opzoeken, want misschien kan hij mij wel helpen. Hopelijk is Demi thuis. We gaan eens even kijken. Voor hij zomaar naar binnen komen. Wat zijn uw zaken hier, avonturier? Laat hem maar niet weten dat ik zomaar voor Demi kom. Ik kom met een excuus. Ik kom hier namens Hertog Jordi. Er zou een quest georganiseerd zijn vanuit Demi zijn belang. Demi is op dit moment niet aanwezig. Hij is in de arena, waar hij traint voor de aankomende toernooi. Wat? Demi die een poging doet voor het koningschap van Zera? Dank u, dan ga ik daar wel even kijken, denk ik. Nog een fijne dag. Van hetzelfde. Demi... die zomaar denkt dat hij het toernooi zou kunnen winnen. En dat hij koning kan worden, hè? Laten we dan maar eens van hem zelf gaan horen. Kijken of dat echt de waarheid is. Eens even kijken. Die arena zou hier om de hoek moeten zijn, toch? Ik,
kom hier nooit namelijk. Eens even zien. Ja, kijk, daar is het. Ja. Alt, de arena is vandaag gesloten. Je bent niet welkom in de ring. Opzij. Ik heb zaken met Demi. Het heeft te maken met een quest. Dat is dan uw probleem. Tss. Ik kom wel later een keer terug. Man. Ik moet op een of andere manier deze arena binnen zien te komen. Maar hoe gaan we dat doen? Wacht, daarachter zit een tribune, toch? Even kijken. Ja, daar kunnen we naar boven. Eens even kijken. Als ik nou die vent daar knock-out sla, kunnen we gewoon binnenkomen. Moeten we het wel stil doen. Zo, oké. Even zien. Die vent heeft niks door. 3, 2, 1. Oké, zijn we vanaf. Eens even zien. Wat gebeurt hier? Zo. Hij houdt het wel lang vol, zeg. Indrukwekkend. Demi heeft dus zeker niet stilgezeten. Dat heeft hij zeker niet. En tegen 3 man ook. Jong. Dus. Deemtje met ons mee mag komen. Hup. Heer Demi, we hebben deze gluipt gevonden in de arena. Kent u deze man? Ja. Nee, ik ken deze man niet. Demi, ken je me niet meer? Ik moet je spreken. Ik ben Leo. Ja, Leo. Kom maar even mee naar mijn kamer. Dan spreken we daar even met elkaar. Wacht eens, jullie blijven buiten. Oké, ik kom maar mee. Demi, ik... Kop dicht en nu naar boven. Doorlopen. Linkerdeur. Daar kunnen we praten. Dan is de kust veilig. Demi, je moet me helpen. Ik heb een groot probleem. Ja, Leon. We zitten allemaal in de problemen. En dat komt allemaal door jou. Er zijn zoveel vragen, maar weinig antwoorden. Waar ben je geweest? Daar is nu geen tijd voor, Demi. Niemand herkent me nog, behalve jij. Je had alle tijd om weg te blijven. Om ons in deze bende in Zera achter te laten voor je eigen persoonlijke redenen. Wat was er zo belangrijk? Zoals je kan zien, heb ik een ander lichaam. En dit heb ik met ene Gritsgore geregeld. Dit kostte me veel tijd en ik wilde zeker niet zo lang wegblijven. Maar het was niet anders. De corruptie van Empire nam mij gewoon over. Ja, dat was zeker te merken na ons laatste gesprek. Maar wat is nou de echte reden dat je bij mij komt? Wat moet je van me? Jij moet me helpen. Je moet me helpen om weer officieel koning van Zera te worden, Demi. Ik moet helemaal niks, Leon. Ik ben slechts een graaf. Jij had mij niet nodig, weet je nog? Dat zei je voordat je wegging. Ik moest maar in de Torlands gaan zitten, zodat ik je niet kon beïnvloeden. Want jij wist als sterkste van Zera wel hoe je moest regeren. Toen ging je ook nog eens weg zonder dat aan mij te melden. Dat spijt me dan heel erg, Demi. Maar je moet me helpen. Ik ben jouw koning. Ik ben de koning van heel Zera.